als je nu de, de, de uitspraak van Merkel neemt... Die uitspraak van Merkel was bedoeld, neem ik aan, voor de Syriërs. Maar zij heeft dus niet voorzien dat daar massas Afghanen... eventueel Pakistanen, eventueel Irakezen van het zuiden van Irak... waar geen probleem was, in dezelfde sfeer zouden meekomen. Je moet weten, de Afghanen en de Pakistanen... Die vanuit van het standpunt van uh, moslim standpunt zijn dat de meest achterlijke die je kunt indenken. Dus nee, het Pew Research Instituut. 90 tot bijna 100% van de Afghanen zijn voorstander van ten eerste, de Sharia moet de wet van het land zijn. Ten tweede, Geloofsafval moet met de dood gestraft worden. Het daar... gaat over terrorisme natuurlijk, ja, heb ja, maar dat gaat dus, Ja, maar dat zijn mensen die radicale opvattingen hebben. En die radicale opvattingen, dat betekent ook dat men de 150 versen in de Koran, of ongeveer 150 versen tegen het ongeloven, ook letterlijk kan nemen. Die zijn daar klaar voor. Dus niet iedereen doet dat. Maar die mogelijkheid bestaat en men heeft, volgens mij. En dat is iets wat je op een bepaald gebied aan een bepaalde politiek kunt. Verwijten namelijk dat men onvoldoende ziet dat voor een, bepaald, voor een bepaald segment van die bevolkingen bepaalde uitspraken in de Koran kunnen, gemakkelijk kunnen geïnterpreteerd worden in hun letterlijke zin, namelijk slazen ze dood. Ja, meneer de Gift. Ja, weet je, ik vind dat je moet opletten met uh, die rechtstreeks. Uh, ...band naar, naar bepaalde onzienstige opvattingen. Ik denk dat wat we nu meemaken veel meer te maken heeft met het feit dat... ...IS en een aantal andere rebellenbewegingen in, in het Midden-Oosten... Uh, uh, ja, ...alles behalve goed voorstaan. En, en, en dat men nu probeert zich te wreken op uh, willekeurige plaatsen in Europa. Hè. Uh, ik vind een zeer gevaarlijke redenering Etienne van... ...te zeggen, die groep denkt zo. Ik denk dat die mensen die... die uh, uh, terroristische misdrijven plegen. Dat dan heeft met uh, dikwijls zie je dat dat kleine criminelen zijn die grotere criminelen geworden zijn. Dikwijls volgens mij ook mensen uh, ja, die, die een gestoorde persoonlijkheid hebben. Maar ik vind het ongelooflijk gevaarlijk om dat te plakken op een godsdienst in zijn geheel, omdat dit op termijn het samenleven totaal onmogelijk maakt. Nee, maar dat is en we onmogelijk. moeten opletten van die samenleving niet totaal onmogelijk nee, nee, maar, te maken. Dat is juist mijn want onze bedoeling, kinderen en onze kleinkinderen moeten daarin leven. Mijn he. bedoeling is de zaken duidelijk te stellen. Je kunt dus niet logenen dat in de Koran er tientallen, meer dan honderd. Versen staan die negatief zijn voor ongelogen ja, okay, okay. En je kunt dus absoluut niet logenen dat die predikers, laten we zeggen de haatpredikers, dat zij die versen eruit halen. dat die, De meeste van onze moslims kennen die versen niet. En die jongeren komen dan tegen hun ouders en zeggen, kijk, het staat hier en die ouders kunnen geen pap meer zeggen. Ze kunnen niks meer zeggen, want het staat er inderdaad. En het risico is, als men dat niet beklemtoont, en als men dat niet zegt, kijk, mensen zoals Rashid, uh, Benzin. Uh, Mohammed Arkoen enzovoort die geven daar een andere interpretatie aan. Die zijn hoe je dat kunt interpreteren als we daar niet op focussen. En we doen, gewoon doen alsof die versen daar niet staan, dat is gevaarlijk. Je moet rekening houden met ik, de Ik klop niks. Ik probeer het alleen te kaderen in onze maatschappelijke ja, ja, context. <laughs>